Hoofdstuk 11, lessen 7, loper tegen paard. Het meeste daaromtrent is al behandeld. Resumeren, loper tegen paard is 3 punten tegen 3 punten. Wanneer is een loper sterker dan een paard of andersom? Algemeen geld. Een loper is sterk in het centrum met een open diagonaal en een paard is sterk in het centrum op een sterk veld. Dat weten we inmiddels. In dit diagram heeft wit een loper, staat niet direct in het centrum, maar wel berensterk. Zwart heeft een probleem met de koning in het midden, kan die trokeren. Dat betekent ook inactiviteit van de toren hier. Toren op een open lijn slaan? Nee, want dan bezet de andere witte toren de zeelijn. Overgat de vorige les. Deze loper staat tegen de muur van pionnen op te kijken. Dit paard zal op een of andere manier deze loper moeten uitschakelen, want er is geen enkel ander stuk die dat kan doen. Loper staat zeer sterk. De dame kan eigenlijk ook nergens heen. Zoek maar een goed veld voor de dame op. Dit paard zal nog in stelling moeten worden gebracht, waarschijnlijk zo, ergens. Hier staat wit duidelijk beter, met name vanwege deze loper. Wil niet zeggen winnen, maar wel beter. Dit gaat over het loperpaar. Het loperpaar is algemeen sterker dan loper plus paard of paard plus paard, mits actief. En dat laatste is een voorwaarde. Wit heeft hier twee actieve lopers. Een actief loperpaar, en dat is algemeen sterk. Tegen twee paren die elkaar wel dekken, maar dat is dan ook alles. De paren kunnen nauwelijks voor aanval worden ingezet. Niets. Sterke lopers. Het loperpaar is algemeen sterker. Niet altijd, maar algemeen wel. Het sterke veld, een aantal keren al over gehad. Dit is een paard op een sterk veld. Dit paard staat iets minder. Hier heeft wit zelfs een kwaliteitsvoordeel, min een pion. Deze A-pion staat eigenlijk alleen maar in de weg. Wit zal moeten proberen om die A-pion weg te krijgen. Deze loper staat vast, kan geen enkele zet spelen. Deze stelling geen enkele zet. Ook dit niet. Zwart heeft hier een toren op een achtergebleven pion. Als de loper hier naartoe zou gaan. Geen goede zet. De toren zal moeten worden geactiveerd. Want anders heeft wit niets aan dat puntje voorsprong. Paren staan niet sterker tegen de loper. Torens moeten nog afwachten. Geen gewonnen stelling voor zwart, maar wel beter vanwege de paren. Dan het principe van dame plus paard werken complementair. Dat is zeker. Wit heeft hier een dame plus loper en zwart heeft een dame plus paard. En we weten van de dame, die kan niet op die velden komen waar het paard wel bij kan. Hier heeft zwart voordeel vanwege het paard. Wit heeft een loper van de zwarte velden en kan slechts op die zwarte velden actief zijn. Het paard kan overal naartoe. Het is een voordeel. Niet geworden, maar wel een voordeel. Paren zijn algemeen sterker in dichtgeschoven stellingen. Ja, typisch voorbeeld. Dichtgeschoven stelling. Zwart heeft een loper. Kan weinig. Zal op deze manier ergens moeten aanvallen. Paard is flexibeler in dit soort stellingen. Natuurlijk zal eerst ergens een gaatje moeten worden gemaakt. Waarschijnlijk spanning oproepen op de G-lijn. Hoe dat precies uit te spelen, dat mogen de grootmeesters uitzoeken. Of de fanatieke schakers. Het paard is algemeen sterker in dichtgeschoven stellingen. En dat geldt voor de loper met groepjes van pionnen. Groepjes van pionnen. Zwart heeft hier een loper. Actieve loper. Wit heeft een paard. De loper kan makkelijk de E-pion aanvallen. Het paard zal moeten verdedigen. Het paard zal niets anders kunnen doen dan verdedigen. We gaan richting het eindspel. De koning wordt belangrijk. Hoe uit te spelen? Hier staat het, de loper sterker dan het paard. Losse groepjes pionnen. Dit was het wat betreft loper tegen paard. Nog even dan de dame. Want in het middenspel hebben we het over de dame. Eigenlijk een stuk wat flexibel is. Kan overal heen, kan alles doen.
Dit is een soortstelling, heb ik ooit op het bord gehad. Met toren plus paard voor wit plus een pion. Dat zijn 9 punten. Tegen dame is 9 punten. Wie staat hier beter? De dame kan altijd op een of andere manier even schaak geven. Met een lege damevleugel. Hoe leger het bord, des te flexibeler de dame is. Als het paard in aanval zal worden gebracht, heeft de dame natuurlijk kans om even schaak te geven. Kan misschien nog wel winnen ook. Wie wint hier? Stelling aan de fanatici. Dit is trouwens ook een dergelijke stelling, alleen heeft hier wit 3 stukken tegen dame. Hoe wint wit of hoe wint zwart? Moeilijk. Dit was het wat betreft hoofdstuk 11. We hebben nog een hoofdstuk eindspel. Daarna gaan we richting de openingen.